In de vorige video hebben we al gezien dat er veel te doen was rondom de burgerrechten in de zuidelijke staten in de periode na de Amerikaanse Burgeroorlog. De zwarte bevolking werd achtergesteld en in deze video gaan we eens kijken naar wat dat precies voor gevolgen had voor die bevolking. En ons uitgangspunt worden weer even die Jim Crow-wetten die vanaf 1887 in verschillende zuidelijke staten worden ingevoerd. Die wetten waren een aanvulling op de amendementen uit de grondwet die de rechtspositie van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten had verbeterd. Deelstaten mogen in de Verenigde Staten aanvullende wetten op de grondwet invoeren en dat waren die Jim Crow-wetten dus ook. Zolang ze maar niet in strijd waren met die grondwet en het Hoge Rechtshof had, in de vorige video hebben we dat ook al gezien, bepaald dat die Jim Crow-wetten inderdaad niet in strijd waren met de grondwet. In theorie was er sprake van gelijke rechten voor de zwarte bevolking. In de praktijk werd die zwarte bevolking in het zuiden achtergesteld. Dat gebeurde op allerlei gebieden. Zo gebeurde dat bijvoorbeeld op misschien wel het belangrijkste gebied, op het gebied van stemrecht. In principe hadden alle zwarte mannen stemrecht, ook in het zuiden. Maar de angst voor de vele blanken in die zuidelijke staten was hetgeen je hier op deze afbeelding ziet, Negro Rule. De blanken in het zuiden waren bang dat als de zwarten zouden gaan stemmen, dat ze uiteindelijk het bestuur in de staten over zouden nemen. En dat wilden zij niet hebben. Vandaar dat er allerlei barrières op werden geworpen om te gaan stemmen. Zo werd er bepaald dat je moest kunnen lezen en schrijven om te kunnen stemmen. Nou, veel zwarten konden dat niet. En als je dat wel kon, dan moest je ook nog een soort examen afleggen waarin jij moest laten zien dat je kennis had van de grondwet. Veel zwarten hadden dat niet. En zelfs als je dat gehaald had, dan was er nog zoiets als de zogenaamde primaries. Dat zijn bijeenkomsten waarop partijen hun kandidaten kiezen. En die bijeenkomsten, die primaries, werden vaak alleen voor blanken georganiseerd. Er waren dus maar heel weinig zwarte mannen in de zuidelijke staten die konden stemmen. Bovendien werd het verboden voor zwarten om met blanken te trouwen en andersom. Er kwam een verbod op gemengde huwelijken. En in de vorige video hadden we ook al gezien dat er segregatie plaatsvond, rassenscheiding in het openbare leven. Zo kwamen er in treinen, wachtkamers, trams, restaurants, parken enzovoort voortaan aparte afdelingen voor blank en zwart. En ook het onderwijs werd gesplitst in aparte scholen voor blanken en zwarten. En iets dat niet in die Jim Crow-wetten per se thuis hoort, maar wat ook aangeeft dat die zwarte bevolking het heel erg slecht had in die zuidelijke staten, dat zijn de zogenaamde lynchpartijen die steeds vaker plaatsvonden. Woedende blanke menigten die zwarte mannen en vrouwen oppakten, mishandelden, omdat ze misschien verdacht werden van het een of ander, en vaak ook gewelddadig ter dood brachten, zoals je hier op deze afbeelding ook ziet. Die lynchpartijen, die kosten duizenden zwarte mensen het leven in de zuidelijke staten. Maar goed, waarom vertrek je dan niet uit het zuiden, zou je denken? Waarom vertrekken die zwarten dan niet massaal naar het noorden, waar dat racisme niet zoveel aanwezig was? Nou ja, sommigen deden dat, maar de meesten hadden daar simpelweg het geld niet voor. Die hadden daar de mogelijkheden niet voor. Sterker nog, ze waren nu misschien wel freedmen, bevrijde slaven, maar ze bleven toch vaak werken op de plantages van hun voormalige meesters. En in plaats van slaven waren zij nu sharecroppers geworden. Een Engelse term waarin het woord share, delen zit, en het woord crop, oogst. Sharecroppers waren dus delers van de oogst. En dit waren dus bevrijde slaven die nauwelijks geld hadden om een eigen bestaan op te bouwen. Ze bleven afhankelijk van die plantage-eigenaren. En die plantage-eigenaren die gaven hun een stuk grond om op te werken en die gaven hun ook een onderkomen, maar in ruil daarvoor moesten zij wel een deel van de oogst afstaan. Die sharecroppers die leefden vaak in grote armoede. Aan de ene kant kwam dat omdat ze vaak te veel oogst af moesten staan aan die plantage-eigenaren. Het had geen zin om daar tegen in te gaan, want dan zouden ze hun werk kwijtraken en dan zouden ze helemaal geen inkomen meer hebben. En die armoede werd ook nog eens versterkt in de periode vanaf 1886, toen er tot ongeveer 1900 een grote landbouwcrisis uitbrak. Daardoor liepen de oogsten terug en daardoor kwamen veel gewone boeren, maar dus ook veel sharecroppers, in grote problemen. Oké, de zwarten worden dus achtergesteld op politiek, op sociaal en op economisch gebied, zoals we nu hebben gezien. En ja, wordt daar dan echt niks tegen gedaan in het zuiden? Jawel, wel degelijk. Er is zwart protest tegen de economische en sociale achterstelling. En een van de belangrijkste personen in dat opzicht is deze persoon Booker T. Washington. En die Booker T. Washington wilde niet dat er protest zou komen in de vorm van stakingen of allerlei demonstraties. Hij dacht dat dat geen zin zou hebben. Volgens hem kon de economische en sociale achterstelling alleen worden overwonnen door onderwijs en door goed gedrag.
en daarmee zou de zwarte bevolking respect verdienen onder de blanken. En alleen op die manier zouden de zwarten uiteindelijk gelijk behandeld worden. Zelf was Booker T. Washington daar een voorbeeld van. Hij was geboren op een slavenplantage, maar hij had zich opgewerkt door te studeren. En ja, zo had hij het respect van veel mensen afgedwongen. En hij wilde dat dat dus ook gebeurde voor andere zwarten. En daarom richtte hij dus eigen scholen op, vakopleidingen waar zwarten een vak konden leren, zodat zij uiteindelijk op konden klimmen op de maatschappelijke ladder. En misschien heb je dit soort zaken al eens vaker gehoord, want dit heeft ook weer te maken met die progressive movement die we al eerder hebben gezien. Die brede volksbeweging die probeerde om het lot van arme mensen, achtergestelde mensen in de Verenigde Staten te verbeteren. En onderwijs kon daar dus een belangrijke rol in spelen, vond Booker T. Washington en dat vonden ook andere mensen die deel uitmaakten van die progressive movement. Er waren echter ook mensen die heel veel kritiek hadden op Booker T. Washington, want hij paste zich veel te veel aan. En deze persoon, Webb Du Bois, misschien het makkelijkst om te zeggen, alhoewel natuurlijk op zijn Engels eigenlijk W.E.B. Du Bois zou moeten zijn, die had dus heel veel kritiek en die zegt dus, die Booker T. Washington die past zich veel te veel aan de blanken. Du Bois stond een heel andere methode van protest voor. Hij zei namelijk dat de ongelijkheid bestreden moest worden door middel van rechtszaken. Alleen door gebruik te maken van de wet konden de zwarten hun rechten opeisen. En als ze niet elk recht opeisten dat de blanken ook hadden, zouden ze altijd worden vernederd. En daarom richtte Du Bois in 1909 de National Association for the Advancement of Colored People, oftewel de NAACP, op. En dit was een organisatie die dus gebruik wilde maken van rechtszaken om zo het lot van de zwarten te verbeteren. Het probleem voor Du Bois was alleen dat hij zelf uit het noorden kwam, dat hij bovendien een intellectueel was, hij had gestudeerd, en de ongeletterde zwarte bevolking in het zuiden, ja, die had dus weinig met hem te schaffen, die stond heel ver van hem af. En daarom sloeg zijn NAACP ook nauwelijks aan onder de zwarte bevolking in het zuiden. We kunnen dus concluderen dat tot aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, tot aan 1918 dus, het de zwarte bevolking niet is gelukt om gelijke rechten af te dwingen. Dat zal ook nog een hele tijd duren, namelijk tot het jaar 1965.